Hoop. Ik zit vol hoop. 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 Vol van hoop. Wel een mooi thema. Je kunt het niet zo raar bedenken. We hopen van alles. Als ouderen gewoon dat jullie met studie, sport en spel, laten we zeggen, succes zullen hebben. Vul het zelf maar in. Terwijl wij hopen dat het nuttig is en wat belangrijk is tegelijk. In de Bijbel staat de bekende, interessante tekst: geloof, hoop en liefde. Aan jullie en aan iedereen de wens: probeer het toe te passen. Voor ons ouderen is daarvan de praktische inhoud het bidden en het kruis. Hoop! Hoop! Hoop. Wat is hoop? Als je jong bent, dan hoop je op cadeautjes voor je verjaardag, een goede Sinterklaas, een slagen voor je examen en dan hopelijk mooi werk te krijgen. Maar als je wat ouder wordt, zoals ik nu, dan hoop je niet meer. Je hoop gaat uitleven tot een zeker weten. En dat alles komt bij Jezus vandaan. Die helpt je zover. En nu jullie ermee geconfronteerd worden zo'n hele dag, en je probeert ernaar te leven, het is niet zo makkelijk, maar dan mag je hopen dat je in de hemel mag komen. Voor mij is hoop dat leeft naar een zeker weten. Jongelui, een mooie dag. Groetjes van mevrouw Van Dijk. Hoop! Ik ben Imke. 3 jaar geleden tijdens de turntraining heb ik een dwarslesie opgelopen tijdens mijn favoriete onderdeel sprong. De artsen waren niet heel positief over mijn herstel en ik zou nooit meer kunnen lopen, dus altijd een rolstoel blijven moeten gebruiken. Maar toch ben ik weer gaan lopen en tijdens de revalidatie voelde ik mijn lichaam, toch kon ik het niet bewegen. Daardoor bleef ik hoop houden en geloofde ik zelf weer dat ik goed zou kunnen lopen later. En ik wou ook de sport niet opgeven, dus daar hoopte ik ook op. Voor de zieke mensen hoop ik dat ze ook hoop blijven houden. Wat de artsen zeggen, dat is niet altijd juist. Ik zit vol hoop. 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 Ik vind het leuk om op deze manier ook even acte présence te geven op deze dag met een paar gedachten over hoop. Wat is de mens? Wat stellen wij nou helemaal voor? Psalm 39 zegt: niets meer dan lucht is het bestaan van de mens. En verderop: wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is gevestigd alleen op U. Maar ook lucht is verre van niks als we denken aan de levensadem, ons gegeven door God. Het is de geest die zweefde over de wateren, die hoort bij de schepping als geheel, die de bron is van alle hoop. De geest geeft ons inspiratie en doet ons hopen. Door de geest kunnen we wagen te geloven dat de toekomst niet vast ligt, maar dat vele, zo niet alle opties open liggen. Dit geloof maakt dat we bergen kunnen verzetten. En dat hoeft niet eens vreselijk moeilijk te zijn. De belangrijkste dingen worden ons gegeven. We hoeven ze alleen maar te ontvangen. En dat kunnen we als we open zijn. Sommige woorden rijmen terecht. Open rijmt op hopen. De toekomst ligt open. De toekomst is van God. En wij mogen hopen, niet gevangen in het lot. Hoe mooi is de opdracht van de kerk. In zijn kracht doen wij het werk. Amen. Tot gauw.